Welkom bij een nieuwe aflevering van 023 Voetbal. Vanavond gaan we het hebben over de doorstroming van spelers en andere dingen in het Nederlandse voetbal, want het wordt steeds moeilijker. En we gaan kijken of we een zaterdagvoetballand worden. We hebben een aantal gasten. Allereerst zijn we heel trots op. Een man die 18 jaar scheidsrechter was in Nederland, Rob Mittelmeijer, de Zandvoorter. Welkom Rob. Dank dan natuurlijk Martijn Prinsen, je kunt hem niet missen, in welk sportprogramma dan ook. En een andere scheidsrechter, Jos de Jong. Jos, welkom. Dankjewel. Dankjewel. De doorstroming van jonge spelers naar grotere teams. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Wie? Zal ik hem aftrappen? Ik denk dat jij hem dus moet beginnen. Nou ja, goed. We hebben het in dat andere programma natuurlijk al vaker over gehad. Het is wel echt een probleem. Het stapje van een tweede elftal naar een eerste elftal is vaak heel groot. En nou, als we naar betaalde voetbal doortrekken, dan zie je bijvoorbeeld Feyenoord, die waren een aantal jaar geleden, die werden gedwongen om dat te doen. Maar in het amateurvoetbal heb je dat natuurlijk niet. En wat heb je bijvoorbeeld nu bij HFC, met heel veel jongens uit een tweede elftal, die komen nu naar spelen toe en die zeggen van... Ja, en daarnaast heb je bij ons in de regio ook nog het probleem dat HFC hier speelt en de rest speelt hier. Ja, dat is wel jammer trouwens. Ja, en daarvoor trekken al die jongens aan de bollensteek. Dat is natuurlijk zo. Daar komt nog bij HFC, als we het daar even bij houden, dat ook de zaterdag 1 in het leven geroepen wordt. En een aantal spelers uit het huidige tweede naar die zaterdag 1 verdwijnen. Het wordt een rare toestand, want dan heb je twee zaterdagclubs bij HFC. Hoe gaan we het noemen? Koninklijke HFC 1 en Koninklijke HFC 1 zaterdag? Of? Ja, dat wordt gewoon Koninklijke HFC zaterdag 1. En zo ga je hem zo meteen tegenkomen in die voetbalapp. Je hebt zelfs kans dat Koninklijke HFC, zeg maar het zondagteam dan, hè, dat het echt een hele aparte status krijgt. Goed, dat zien we, wat bedoel je met aparte status? Dat je, als je gaat zoeken op club, dat je twee keer Koninklijke HFC tegenkomt. Dat zie je nu bijvoorbeeld al bij de BVO's. Ik heb nog, eigenlijk wat dat betreft nog geen idee hoe ze het gaan oplossen, maar ja, het is wel wat dat betreft verwarrend. Nu jij het woord BVO noemt, wil ik graag ook even naar een ander probleem. Want dat Koninklijke HFC nummer 2, de jong HFC... Die zijn dus weer kampioen geworden, die gaan dus weer spelen voor het Nederlands kampioenschap. Maar er is verder helemaal niets aan, want ze kunnen nergens heen. Terwijl de jonge teams van de BVO's, die kunnen promoveren, die kunnen zelfs naar de Jupiler League. Dat zou toch voor die amateurploegen ook zo moeten zijn? Ja, dat vind ik wel. Ik vind wel dat op het moment dat je bijvoorbeeld algeheel wat ze nu hopelijk weer worden, algeheel landskampioen in de reserve van de reserveteams. Ja, dan moet er wel iets zijn waardoor je kan doorstoten als we hadden, want ja, nu voor het tweede jaar bereiden staat er gewoon geen maat op HFC 2. Voor een club als HFC is dat natuurlijk sowieso jammer, maar helemaal voor de ontwikkeling van die jongens. Want of je nou weer tegen allemaal spelers speelt die 17 zijn, die 18 zijn, of dat je tegen mannen van 30 speelt, op een tweede klasniveau bijvoorbeeld, dat is een wereldverschil. Wat betekent het voor het scheidsrechter, jongens, dat het allemaal naar de zaterdag gaat, Jos? Ik denk dat we het allereerst heel erg druk gaan krijgen. Nou, je hoeft bij de jeugd niet meer te fluiten, dus wat dat er gaat... Ja, oké, zeker in het kader van de nieuwe spelregels ben ik heel erg benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Nou ja, maar het is toch zo, er zijn geen scheidsrechters meer, dus jullie leiden voor niks op. Jullie hebben een geweldige opleiding bij AFC. Ja, nou, wij leiden de jongens op om goed te kunnen fluiten op een halfveld of op een heel veld. En dan langzamerhand te laten doorgroeien. Maar met die nieuwe spelregels krijg je natuurlijk een situatie met 4 tegen 4... dat je geen scheidsrechters meer nodig hebt. Bovendien, wij willen ze ook helemaal niet laten fluiten op dat niveau. Als je nu een groot veld hebt en je gaat het in vier kwart verdelen. Hoe moet je dat doen? De lijnen zijn er niet. Dus die lijnen zullen waarschijnlijk gevormd worden door de ouders die je helemaal niet daar willen hebben. Want dan lopen ze in 2 velden. Dan heb je die jonge jongens die je net hebt opgeleid voor een cursus om minimaal op een half veld te gaan voetballen. Die moeten zich daartussen gaan manoeuvreren. Je weet net hoe het gaat. De ouders 10, 15 jaar geleden, ook bij AFC, ik denk dat dat overal zo was, gingen enorm tekeer. We hebben dat nog steeds hoor. Nou, nee, het wordt. Je ziet bij AFC heel duidelijk dat er een verandering heeft plaatsgevonden. Want zeker als je scheidsrechters opleidt, dan zien ze op een gegeven moment ook als ze zelf gaan voetballen, wat ze als scheidsrechter meemaakt. En dat heeft ontzettend positieve invloed op het spel van die jongens. Bij HFC vind ik althans, ik maak het zelden mee dat die gasten enorm staan te schreeuwen. Je maakt het wel mee bij de tegenpartij die dus een andere opleiding heeft, of iets dergelijks. Maar goed, terugkomend op dat geheel, je kunt ze niet meer ingezet op 4 tegen 4. Dat is gods onmogelijk. We moeten het van de KNVB eigenlijk wel doen, ze worden dan spelbegeleiders. Maar we hebben met Frans Tijman erover gehad en er komt ook nog een gesprek met de KNVB. Wij willen daar gewoon niet aan meewerken. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat. Want je krijgt wel, als die velden zo worden ingedeeld en de lijnen worden gevormd door die ouders, nou dan gaan die ouders weer tegen elkaar lopen mekkeren. En het is net dat zijn dan de eerste ouders die met een F-team naar een nieuwe club toe komen. Ze kennen de regels nog niet helemaal. Ze weten ook niet hoe het bij HFC reilt en zeilt, van aan de kant en weet ik van wat, zoals wij ze hebben opgevoed. Dus dat zijn nieuwe ouders en dan ook nog op een klein veld. Dus die beginnen tegen elkaar te schreeuwen van hier tot Tokio. En dan zou je dan zo'n jonge scheidsrechter tussen hebben die 4 tegen 4 of 6 tegen 6 moet gaan. Hoe staan die jonge scheidsrechters daar zelf tegenover? Nou, we hebben het nog niet met hun erover over gehad. Maar ik weet zeker dat als wij ze opleiden voor die cursus om echt op een half en op een heel veld te gaan voetballen, die vinden het echt niet leuk. Nee. En als die ouders weten, zij tegen elkaar staan te schreeuwen, dan krijg je toch een hele rare constellaties. Tenminste, dat lijkt mij wel. Rob Mittelmeijer, 18 jaar scheidsrechter geweest, in de tijd van John Blankenstein. Hè? Is er veel veranderd? Ik denk dat er ontzettend veel veranderd is. Het spel is veel sneller geworden in de loop der jaren. En als ik nu wedstrijden op de televisie zie en ik vergelijk ze met de wedstrijden die ik destijds floot, dan heb ik grote waardering voor de scheidsrechters die op dit moment die wedstrijden fluiten. Kijk alleen al naar wedstrijden van de afgelopen week. Hoe vaak loopt een scheidsrechter niet in de weg? Het spel gaat zo snel heen en weer en die man die moet maken dat hij wegkomt, want de bal die wordt naar links, naar rechts, van de ene naar de andere kant van het veld gespeeld. Ja, en waar moet je dan als scheidsrechter op de goede plek staan? Je staat al heel vaak in de weg. En ja, tegenwoordig kijken we allemaal mee op de televisie van hoe er gescoord is of juist niet gescoord is, of het wel of niet buitenspel was. Ja, daar hadden wij in die tijd veel minder mee te maken. Dat, als er al een camera was, dan had je misschien het probleem, maar die was er meestal niet. Tenminste, niet in mijn tijd. Met jou terug naar die tijd, want je woonde in Zuid-Nederland. Ja. Dus je hebt aardig wat kilometers moeten rijden, Jodetje. Ja, ik heb, op enig moment heb ik dus, woonde ik in Yerseke. Ja, en dan was het Yerseke Veendam, Yerseke Venlo. Ik heb heel wat kilometers gemaakt. Dus ja, dan is je hele zondag is gewoon weg. Dan zit je 3 uur in de auto. Ja, en dat niet alleen de zondag. Want in die tijd was het nog de gewoonte dat je zo donderdag of vrijdag een telegram kreeg. En dan hoorde je of je zaterdagavond of zondag of zelfs vrijdagavond moest fluiten. Ja. Dus je kon nooit rekening houden met het gezin van wat zullen we doen in het weekend. Ja, je moest hem gewoon vrij houden. Het sociaal leven bestond niet. Jawel, maar het was toch altijd wel de beperking. Ja. Want ja, als je daarover sprak in Zeist, dan zei men van ja joh, als jij dan op dat weekend niet wilde fluiten, ja, meld je maar af voor dat weekend. Maar ja, dan had je helemaal geen wedstrijd en dat was natuurlijk ook niet de bedoeling. Jij hebt ook, want je hebt een oud krantenknipsel uit 1981 meegebracht. Het verhaal meegebracht van TV IJmuiden. Hij begint met twee te lang en zijn oude man. Hij had er wel blijven zitten. Ja. Dat was heel leuk natuurlijk. Henk Ten Kater speelde in die wedstrijd. En TV IJmuiden, dat was de piraat. En dat kwam voor het eerst op tv. Ja. Wat een ervaring. Ja, eigenlijk heb ik dat tijdens de wedstrijd helemaal niet gemerkt. Dat mijn broertje, die woonde in Heemskerk, die zei nou, wat ik nu gehoord heb en gemerkt heb. Jouw wedstrijd was op televisie. En inderdaad, het was gekaapt door een of andere zender. En ja, die TV heeft daar illegaal de wedstrijd op de tv uitgezonden. IJmuiden was dat. Ja. Dat was de wedstrijd Telstar. Ik geloof tegen Amersfoort. Ja. Nou, bij Amersfoort stond nog Willy Cabo in het team. Die komt uit mijn school. Dat wil ik wel even vermeld hebben natuurlijk. Willy, ik hoop dat het goed met je gaat. Maar heel leuk natuurlijk, want er staan ook namen op die jij als leraar in de klas had. Ja, daar staat op de lijst bij Amersfoort meneer Van der Boog, Rick van der Boog. Rickie, ja. En Rick van der Boog speelde, toen ik hem voor het eerst tegenkwam, weer in het voetbal bij het tweede van Ajax. En is later dus naar Sportclub Amersfoort gegaan. Maar het is ook dezelfde Rick van der Boog die voorzitter van Ajax is geworden. De KNVB was in die tijd ook al heel goed bezig, hè? Want die hadden toen door het bestuur betaald voetbal van de KNVB is besloten om met ingang van het volgende seizoen geen vaste rugnummers meer verplicht te stellen. In verband hiermee verzoeken wij u de nummers zelf in te vullen. De speaker zal ze langzaam doorgeven. Onze excuses voor dit ongemak. Nou, kijk eens. Wat een tijdspel, die al. Ja. Ja. En bij Telstar, waar ze toen tegen speelden, stond dus een meneer Ten Kater. Ja. Dat is toch wel grappig hoor. Buma, Haverkort, Kamphuus, Kuut, Melges, Schoo, George, Verschoor en Nederburg. Dat zijn wel namen toch? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, dat was... ja, die jongens die konden voetballen. En als je even de bladzij omdraait en je kijkt even naar Haarlem... Gaan we doen. Gaan we doen. Gaan we doen. Ja, ik heb zomaar een bladzij meegenomen hoor, uit het boek. Ja, omdat ja, gisteren speelde Vitesse en nou, dat was daar een wedstrijd, Vitesse-SVV. En daaronder staat een deel uit het programmaboek van de wedstrijd Heracles tegen Haarlem. En dat was ook wel leuk om daar die namen bij Haarlem te zien staan. Ja, de scheidsrechter Mittelmeijer, grensrechters Smit en Van Nisselrooy. En dan bij Haarlem Edward Metgod, Paul de Jong, Kiet Meesfield, Piet Huig, Martin Haar, Alwin Leijster, Frank van der Leen, Chris Verkijk, Gerry Kleton, wauw. Ja. Wim Balm, Ron Nieuwkerk, Joop Buckling, nu trainer, Abe van der Ban, Ton Nijdam, Terry Hendricks en Ruud Gullit. Wat een eer om naast iemand te zitten die Ruud Gullit gefloten heeft. Ja, nou, dat heb ik een paar keer, ook bij Feyenoord een keer gefloten. En het is misschien ook wel leuk om te vertellen dat mijn vrouw houdt absoluut niet van voetballen. Ze ging 1 keer mee toen ik een wedstrijd van Feyenoord moest doen. Het was een vriendschappelijke wedstrijd, die speelde toen eens, tegen het Zeeuws elftal. En ze zei, nou, ik ga gewoon mee. Dat was in Zierikzee geloof ik, leuke stad. Maar ze zei, ga wel even mee naar het voetballen. En die wedstrijd is klaar. Ze zegt, goh, ik heb nog nooit zo'n jongen gezien met zulke mooie benen. Ik zeg, ja, ik zal je nog eens meenemen. Overigens, Henk Ten stond toen bij Heracles in het team, dus dat zal ook wat zeggen. Blankenstein was eigenlijk bekender dan jij. Ja. Hoe komt dat? Blankenstein heeft het wat langer volgehouden en heeft, dus ook, heeft ook op de internationale lijst gestaan. Ja, maar jij hebt ook internationaal gesproken. Ik heb niet internationaal gefloten. Het was in die tijd wel zo dat je als scheidsrechter op de B-lijst, want daar stond ik, zo nu en dan meeging met scheidsrechters die internationaal gingen fluiten en dan was je de grensrechter. Dus het was vaste prik dat je een aantal keren hier in Nederland bij een wedstrijd ging grensrechteren om met diezelfde scheidsrechter dan in het buitenland een Europa Cup wedstrijd of een landenwedstrijd te doen. Wat is je leukste ervaring geweest? Voor mij was het heel erg leuk om de wedstrijd Frankrijk-Bulgarije te doen. Vooral om dat eens mee te maken, om ik zou bijna zeggen, om ingepakt te worden door zo'n Franse voetbalbond. Van de ene restaurant naar het andere restaurant. En hier is een klein cadeautje, en daar is een klein cadeautje. En een prachtig mooi hotel waar je dan in ondergebracht werd. En nou, dat vond ik echt wel een bijzondere gebeurtenis. En, in het stadion van Lyon, dus daar gaat Ajax nou binnenkort zijn wedstrijd spelen. En dan denk ik, ja, daar heb ik ook gelopen. En dat zijn eigenlijk wel leuke dingen. Dat is hartstikke leuk. En over die cadeautjes heb je nog een leuke anekdote. Nou ja, het was ook in hetzelfde groepje met John Blankenstein. Daar maakte Arie de Munnik ook deel van uit, een scheidsrechter uit Amsterdam. En bij onze... maandelijkse bijeenkomsten in Zeist, waar we trainden en waar we allerlei cursussen ook deden. Dan zat je gezellig aan tafel en dan was Arie met zijn grote mond. Hij was echt wel de beste internationale scheidsrechter. Nou, dan zeiden wij van, joh, jij spreekt je talen niet eens. Dan zei ik, wat? Ik mijn talen niet spreek? Ik spreek 3 talen. Nou, iedereen viel van zijn stoel. Ja, zegt hij, Amsterdams, Nederlands en Engels. En wij, jij? Engels? Ja hoor, ja hoor. Hij zegt, ik heb 1 zin uit mijn hoofd geleerd. Thank you for the nice presents. Dat zegt veel, hè? Wat zijn jouw mooie cadeautjes als scheidsrechter? Broodje bal. Ik ben nog niet omgekocht op wat voor manier dan ook. Nee, ik heb hoor ik nou van jullie dat je op zoek bent naar nieuwe kousenophouders of nieuwe sokken? Nou, nee, ik had gisteren een stappenteller wel. Ik had gisteren best een leuke pot. En ik moest erg hard rennen en ik had kousen aan die toch wel behoorlijk knelden net onder mijn knie. Dus het eerste wat ik deed toen het veld kwam, kousen laten zakken. En ja, ik weet dat het geen gezicht is, maar ik was het veld al af. Dus dat is prima. Maar kousenophouden heb ik ook nog niet gehad. Ik heb wel een leuke onderscheiding gekregen van HFC voor mijn... scheidsrechteractiviteiten, zilveren speld en een gouden speld gehad. En dat vind ik toch ook zeer zeer moeite waard. En die heb je niet eens op? Heb je ook een gouden fluit? Die krijg ik volgende week. Maar die... Zullen we het daar even in het midden laten? Die doorstroming van jonge spelers naar hogere teams, hè, waar we het dus straks over hadden. Is dat de schuld van de KNVB? Ja, je zit te lachen om die spelstof. Nee, nee, die gouden fluit nog steeds. Oh, fluit. Sorry. Zou die daar ook een sokophouder voor moeten gebruiken? Laten we serieus blijven, Martijn. Kom op, anders krijg je strafpunten. Die doorstroming, dat is heel belangrijk. Ik denk dat als de KNVB gewoon een jong elftal competitie zou maken, met mogelijkheden van promoveren, dat het een stuk leuker zou worden. Maar waar ga je die neerzetten dan? Nou, gewoon als extra competitie. Dus eigenlijk wat je nu hebt met, wat dit seizoen heb je nog zo'n competitie, maar dan voor... Ook voor de amateurs. Zodat je die doorstroming makkelijker kan hebben. Ja, ze krijgen wel meer weerstand. Weerstand hebben. Ja, precies. En meer aan bod komen. Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat een goede optie is. Ik denk dat wel de makkelijkste optie is waar we het net over hadden. Je weet, bij ons in de regio gaan er een aantal clubs die gaan van de zondag naar de zaterdag. Dus er vallen gaten in die zondagcompetitie. Waarom ga je dat niet op die manier voor een deel opvullen? Exact. Snijdt het mensen in twee kanten. Ja. 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 Hetzelfde geldt eigenlijk met de doorstroming van trainers. Goede trainers die gewoon geen kans krijgen op het moment. Het is op dit moment hier in de regio echt om te huilen. Ik denk dat er zo een trainer of 7-8 is, die gewoon TC2 hè? Dus een goede opleiding waarmee je gewoon een vierde of een derde klasse mag trainen. Die komen nergens aan de bak bij een eerste elftal. En dat komt doordat er mensen buiten de regio die worden gehaald. En nu bijvoorbeeld D6 heb je een trainer die komt uit de buurt van Kokkengen die kant op. Waarvoor zit je daar niet gewoon een regionale jonge jongen neer? Het heeft helemaal geen toegevoegde waarde, want hij neemt geen spelers mee. En zo'n jonge jongen, volgend jaar staat er dus wel bij D6 een jonge gozer voor de groep. Die is nu trainer van tweede. Die mag op die manier die stap maken. Nou, daar zie ik veel meer potentie in. En ja, goed, zo zijn er nog een aantal. Het is niet zo dat men kiest voor kwaliteit en dat men denkt dat het beter is om van buitenaf te halen? Nou, D6 staat dit seizoen is weer gewoon grijze middenmoot. Dus er zijn er geen stap meer opgeschoten. En heeft de KNVB daar een rol in te spelen? Nee, dat denk ik niet. Dat is heel moeilijk. Ik denk wat dat betreft dat ook als we het dan hebben over die BVO's, of over die club als AFC die hun tweede elftal mogen opschuiven. Ja goed, voor die jonge trainers zijn dat wel weer kansen. Want ook Jeroen Kroes bijvoorbeeld dan. Hè? Ja goed, dat is toch gewoon een mooie stap om met zo'n tweede elftal, hij gaat op volgend jaar naar de zaterdag, maar met zo'n tweede elftal de standaard klas in te gaan. Hij gaat naar de zaterdag. Maar wat moet een Jeroen Kroes, die dus dat team op een fantastische wijze weer kampioen heeft gemaakt, een enorme voorsprong. Wat moet hij nou bij een vijfde klasse op zaterdag? Ja, een vierde klasse, want vijfde klasse is hij niet op zaterdag. Ja. Maar ja goed, ja, Jeroen Kroes, hij is trainer geweest van Stormvogelzondag. Het is gewoon een tweede klasse. Ja, en om volgend jaar dan weer in de zaterdag vierde klasse actief te zijn. Ja, ik snap dat mensen dat zien als een soort van degradatie, laat ik het zo noemen. Nou heeft de HFC natuurlijk wel een heel project, hè. Er zit een heel idee achter die zaterdag. Ja, het is, voor die trainers het is gewoon niet makkelijk. Er wordt over... Hij is toch te goed voor een vierde klasse op zaterdag. Dat vind ik ook, natuurlijk. Die jongen is zo'n teambuilder. Ik bedoel, ik train gelijk met hun op dinsdag en donderdag. Ja. Nou, de sfeer, jongen, het spat eraf. Het is, gewoon, het is echt een topper. Ja. En die gaat nou een zaterdag vierde klasse trainen. Zonde eigenlijk. Ja. Maar ja, wil hij dat dan zelf? Of wil hij zelf niet verder? Hij heeft zelf gekozen. Wat moet hij verder? Hij is kampioen geworden, hij speelt op het Nederlands kampioenschap. Wees niet verbaasd als ze het weer winnen. Ja. En wat moet je dan nog? Dat is, hetzelfde is met die jongens. Ja. Ja. Die jongens die hebben toch ook geen drang meer? Nee, klopt. Nee. Nou ja, maar dat is de reden waarom al die jongens die nu natuurlijk zeggen van, we gaan lekker naar Taleden of we gaan naar... DSOV of weet ik ARC. Veel. Ja, precies. Ja. Die jongens zijn echt bereid om een stapje terug te doen, zodat ze in ieder geval een voetballen toekomen. Dat ze nu op de bank zitten. Nee, die selecties zijn allemaal 24 man en 12 kunnen er maar spelen, of 11, 13, weet ik veel. Ja, klopt. Ja. Dan de verschuiving van het voetbal van de zondag naar de zaterdag. Je ziet het steeds meer. Ja. Veel meer beleving. Het zou voor scheidsrechters wel prettig zijn. Dan heb je in ieder geval de zondag vrij. Ja, toch? En ze kunnen een keertje blijven zitten na de wedstrijd. Ja, ook dat. Jos, je zit ongeduldig op die stoel. Wil je weg of zo? Nee hoor, ik wil nog niet weg, maar ik wil wel even ruimte maken voor Maurice, collega. Die heeft iets heel leuks te melden, dus Maurice, ga lekker even zitten. En ga jij je spel tegen? Ik ga weg, ik ga mijn spel poetsen. Zo. Goed joh. Maurice, ja, grote man van het monteren van al die sportfilmpjes. Je bent in ieder geval een stuk knapper door Jos. Hartelijk dank. Oké, als dat zo is dan... Maar wat heb je te vertellen? Nee, ik heb... Kijk, je hebt natuurlijk ziet heel zo dat mooie toernooi hier steeds achter ons. Ja, ik raad de mensen van harte aan om om 12 uur te komen, want dan wordt de mooiste wedstrijd gespeeld van de hele dag. Jong Bloemendaal onder 11-1 tegen een Haarlemse selectie onder 11-1. Dat wordt de pot. Oké, nou, van mij aan. Daarvoor hebben wij 2 kaarten. En de bedoeling is, we hebben er meerdere hoor, maar deze week gaan wij 2 kaarten gaan we aanbieden. Als mensen zich abonneren op ons kanaal en ze zeggen ook een reactie erbij, dan kunnen ze deze 2 kaarten winnen. En dat gaan we een aantal weken zo doen, om onze trouwe kijkers toch te gaan belonen. En hoeveel kost dat abonneren? Het kost niks, het is goed eerst recht, want sommige mensen denken dat YouTube dat je daarvoor moet betalen. Dat is niet zo. Je hebt wel een betaalde versie, maar dat zijn niet deze filmpjes. En het is ook leuk om jullie te ondersteunen. Mag ik ook meedoen? Je mag ook meedoen. Moet je reageren en een leuke reactie doen. En ga ze door met wat je net zei, hè? Ja, ziet er goed uit. Dus gaat het goed. Heb je kans. Hey, nee, dat is het. Dus mensen, reageer erop. Abonneer. En maak kans. Maar hoe weet jij dat ze gaan abonneren? Oh, dat zie je natuurlijk. Ik zie gewoon de reacties. Okay. Dus, en gratis. Dus gratis. Gratis. En een leuke dag heb je erbij. Ja, die dag wordt fantastisch hoor. Ja. Want in die Haarlemse selectie, daar zitten ook kanjers. Heb jij nog een laatste bekendmaking trouwens van een speler? Ik zou zeggen, kijk op voetbalhaarlem.nl, daar zie je de hele lijst. Ja, en één heb je er nog niet bekend. Nee, maar die houden we echt tot het einde. Dat wordt de klapper. Als we het hebben over de BN'ers, want ons team gaat voetballen tegen het RTL 7 Sterren team. We hebben het over Charlie Luske, over Glenn Helder, over Andy van der Meijden, Oscar Moens, Jody Bernal. Nou ja, goed, zo zijn er nog heel veel. Het wordt echt, en we eindigen met de finale van de 23 Cup. Herhaal even welke teams daarin zitten. United daarvoor tegen Emuiden. Dat wordt iets, hè? Ja. Met deze ding, jongens. Ah, en we eindigen met een mooi bescheiden feestje. Kijk eens, allemaal. Wat jullie allemaal niet weten en wat u ook niet weet, is dat scheidsrechter Rob Mittelmeijer, 18 jaar in het betaalde voetbal, ook ontzettend mooi kan zingen. En omdat dit toch een feestelijke uitzending is. We hebben een microfoon. Ik kan de CD aanbevelen. Dit was 023 Voetbal. Dank u wel voor uw aandacht. Tot de volgende keer.